Kijk eens aan wat we hier dan hebben. Hoppakee. Maar ik ben echt nog benieuwder naar het hotel gewoon. Ja, kap nou eens met dat gapen als ik begin met filmen. Laat maar! Goh, jongens, dat gebouw past niet eens op mijn groothoeklens. Zie je hoe groot het is? Jongens, dit is ongelooflijk. Wow, joh. Ik ben zo benieuwd van al die gaatjes waar ons hotelkamer zit, jongens. Want... Zijn we ready voor de kamer? Is Jade een beetje dronken? Is je? Kan je nog lopen? Oh. Wow, jongens. Ineens, kijk eens, allemaal licht. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug eens op mijn nieuwe vlog. Kijk eens aan, ik ben echt net mijn bed uit, jongens. En ik heb hier een kaartje in mijn handen. Want het is tijd om de auto te gaan omwisselen voor de auto waar ik het eigenlijk al elke vlog de laatste tijd over heb. Waar ik super benieuwd naar ben en die ik echt heel graag wil uitproberen. Oh, zo, het is 9:30 ochtends en we bleven eigenlijk echt iets te lang in bed liggen. Het bed ligt hier echt zo lekker. Het is zo'n lekker zacht matras. Dus om eruit te komen, dat is gewoon lastig. Eigenlijk zijn die bedden helemaal niet goed voor je. Je moet die helemaal niet hebben. Je moet een bed hebben wat niet lekker ligt, want dan kom je er veel sneller uit. Nee, maar jongens en meiden, kijk eens aan. Ik heb hier dus het valet parking kaartje, want hiermee ga ik mijn auto dus ophalen. Ik ga namelijk de Range Rover inleveren en ik krijg er iets 10 keer dikkers voor terug. En we gaan kijken wat het wordt. Goedemorgen. Spierpijn? Ja. Best wel. Ja, terwijl ik heb nooit spierpijn. Ah. Dit is ook onze laatste ochtend sowieso hier zo in dit hotel, jongens. Want straks moeten we ook dus hier eruit. En dan gaan we dus ook naar het lijpste hotel wat we geboekt hebben. Maar ik ga maar eens even opschieten, want anders staan ze te wachten beneden. Tot zo! Van alle auto's die je hier zo hebt staan, jongens. Kijk eens aan wat we hier dan hebben. Hoppakee, dit is hem dan. Dit is de auto. Jongens, een Lamborghini Urus, zoals ik al gezegd had. Dit is de auto die ik gehuurd heb. Bouke. Perfect. Hey, je matcht helemaal. Ja. Kijk dan, hij heeft geel en zwart. Oh, jongens, wat een kanon. Ik ga er eens heel even in zitten. Check dan, dat interieur. Holy shit. Holy shit. Zo, dit is lijp. What the fuck. Ik heb dus nog nooit van mijn leven sowieso in een Urus gezeten. Oh ja, ik heb een keer in die van Enzo gezeten. Wel één keertje. Maar dat was heel kort maar. Dat was met een auto-event. Oh, joh, dit ding is helemaal af. Kijk dan het gele interieur. Dit ook, dit stuurtje. Dit allemaal. What the fuck, hé. Wauw, ook een panoramadakje, maar die gele bekleding, dit is echt... Oh, joh. Dit is prima wakker worden zo. Ik zie hier allemaal standen staan. Corsa, Sabia, Terra, Neven. Oké, misschien moet ik het even aan Bouke vragen. Kijk, dit bedoel ik, jongens. De schermpjes achterin. Wat kan je hierop kijken dan? Weet je dat? Maar alles. Je kan ook Netflix en zo installeren. Ook Netflix. Ja, kijk dan. Het is ook echt van Lamborghini zelf. Zie je, het staat erop. Wow. Oh, hier heb je ook nog een mooi schermpje. Dit ding is helemaal af. En zoals jullie vaker mij wel eens hebben horen zeggen, als ik ooit een Lambo zou kopen, dan zou het natuurlijk de Urus zijn. Maar ook in het geel. Ik vind dat geel zo ontzettend dik op een Lambo. Ik vind dat gewoon passen hierbij. Kijk ook, maar ja. Dat is ook heel vaak gebeurd, dat ze hier die sterrenhemel inbouwen. Dus dan heb je ook nog... Oh, ook nog. Ja. Ik denk dat we hier wel de komende dagen lekker mee door gaan komen. Dit is nog de achterkant. Nou, die kennen we misschien allemaal wel. Maar ja, het kleurtje, dat blijf ik zeggen. Dat is echt bizar. Dit is ook allemaal carbon. Yo. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ik zit hier vandaag in mijn Lamborghini Urus. We gaan hem even afgeven aan de valet parking en dan kan ik straks dus ontbijten. Zo, het ziet er ook wel dik uit zo op beeld, hè? Die gele bekleding moet ik zeggen. Waar is het? Sir? Ja, je kan park het hier. Dit is zeg maar zo'n auto die ze dan expres, net zoals die auto's daar, buiten zetten bij het hotel. Omdat het er natuurlijk gewoon goed uitziet. Ik ben benieuwd of ze dat ook gaan doen. Dit ding is niet normaal. Nee? Echt niet normaal. Nee? Ik denk echt dat je hem ook super dik gaat vinden. Okay, ik ben heel benieuwd. Ja, je moet echt heel benieuwd zijn. Ik denk dat je alles, het interieur en buitenkant, alles super mooi vindt. Maar jongens, we gaan het straks zien. We gaan eerst even lekker ontbijten, want laatste ochtendje dus hier. En het ontbijt is hier top, dus op naar het ontbijt. Jij pas je? Nee. Niet? Nee. Je pas je niet? Nee. En jij hem. Stress in de ogen. Oh my god, ik dacht jij gaat er altijd van uit dat ik pasje. Nee, ik had hem. Wij zijn maar eens buiten gaan zitten. Kijk eens, daar komt ze aan. Fruitplateautje, ik heb hier croissantjes. Ja, nu zitten we dus ook mooi bij de boers. We hebben alleen geen kaart. Nee, we kunnen alleen niks bestellen hier. We willen even ei bestellen. Oh, dit zit ook wel echt prachtig hier. Nog even genieten van de toren. Ik heb Jade een feitje verteld over dadels, wat moslims doen. Weet je het nog? Even testen. Ze eten een dadel. Om het vaste te onderbreken. Ja, om het vaste te verbreken of onderbreken inderdaad. Goed, hè? Had ik nooit meer vergeten. Maar ik vind dadels eigenlijk gewoon heel lekker. Ja, ik ook. Kijk, dit zijn ze. Moet je een keer proberen. Die is voor jou.
Oh, is van mij. Ik zit er dus eigenlijk ook aan te denken, aangezien de Ramadan volgens mij over een week begint weer. Je ziet ook allemaal borden hier weer met de Ramadan en dit en dat. Maar om een keer een dagje mee te gaan doen. Of misschien 2 dagen zelfs. Gewoon een weekendje. Een weekendje, ja. Zou je ook meedoen? Ja hoor. Ja? Ik ben wel eens benieuwd eigenlijk. Ik heb het ooit 1 keer gedaan met Ismail Ulgun, de treitenvlogger toen de tijd. Maar ik zou het best wel weer een keer willen doen, want ik ben nu 3 jaar verder. Dan zouden we nu dus eigenlijk niet mogen eten. Nee. Oh, heerlijk ontbijtje. Naar binnen gewerkt. Even uitrekken. Ik zit nog vol met spierpijn. Maar het is tijd om mijn koffer te gaan pakken. Die van jou is namelijk heel helemaal mooi gedaan. En ja, dit is echt een bende. Hey, wat moet ik jou betalen? Of doen? Als ik jouw koffer heb pak. Oké, ik pak ze over. Ik ga ook wel, ja. Ga je helpen? Oh, dat is ook leuk. Mooi. Nee jongens, het komt helemaal goed. Je hoeft niet te helpen hoor, ik ga het zelf wel doen. Het is een bende! Zo, kijk eens aan. Allebei dichtgeritst. Tijd om te gaan. Wij zitten te wachten op de auto. Ik ben nog wel zo benieuwd wat je ervan gaat vinden. Want we zijn allebei niet per se Lambo-fan. Nee, maar deze vind ik wel heel mooi. Ja, en die kleur, jongen. Je gaat echt verliefd worden. Daar komt-ie. Oké. Okay. Ja, Lambo. Oké, dat is hier weer. Hoppa. Daar is hij, jongens. Eerste reactie. Heel vet. Ziek, hè? Ja, heel vet. Kijk, we gooien die hier zo erin. Jerome. Thank you for the service again. Thank you. Hope to see you soon. Yes, we will. Hij wil nog een keer op de video. You also want on the video? Yeah. Yeah. Kijk, iedereen wil op de video, jongens. Thanks. Thank you. Nou, dat gaat dicht. Daar gaan we. Ze willen allemaal. Thank you. Bye bye. Zo. Leuk hè, hoe vrolijk ze allemaal zijn. En, hoe voelt het? Is raar? Gek hè? Even, hij zit heel hoog. Even een domme Lamborghini. Zo, dit interieur is wel ziek, moet ik zeggen. Dit is echt heel ziek inderdaad. Je zet hem dus ook in zijn 1 door hier aan de flipper te gaan. Had je al een rondje gereden? Nee, nog niet. Dus ik ben heel benieuwd. Holy moly, dit is wel echt het gele interieur, man. What the fuck, hé. Dat is wel echt een domme waggie dit, hoor. Ja, het is wel echt heel mooi. Dames en heren. Zo, die schermpjes achter. Welkom weer bij de nieuwe vlog. Ik ben hier vandaag met Marwen. Hey Marwen, alles goed? Ja, joh. Heel mooi. Welke kleur is die van Enzo eigenlijk? Mat zwart. Mat zwart. Ja, volgens mij ook gewoon zwart. Ik vind geel echt het dikst, moet ik zeggen. Nou, tijd om dus op te gaan naar het hotel, jongens. Kijk eens even, dit ziet er wel sexy uit. Hè? Wordt toch een Lambo kopen. Wordt toch een Lambo kopen, ja. Ja, ik weet dus niet of ik dat ooit zou doen, jongens. Omdat ik ben letterlijk echt een Ferrari fanboy. Maar als ik dit zo zie, ja. Jij moet hem even dan vasthouden. Koop ik hem, ja? Ja, is goed. Oké, ik ben heel benieuwd. Wow, ik gooi hem even in de drift. Bijna in de drift. Ben je nog goed en veilig? Nou. Je zag je aan. Het ziet er wel mooi uit zo met dat Lambo logo achter je. Ja? Ja, ook geel op die stoel. Ja, dat is wel echt mooi. Ja, hè? Even het muziekgeluidje testen, jongens. Volgens mij ziet het er op beeld ook echt heel mooi uit als we zo zitten. Ik ben heel benieuwd. Maar ik ben echt nog benieuwder naar het hotel gewoon. Ja, ik ook. Ik weet gewoon niet wat ik kan verwachten. Ik ook niet, jongens. Het is 35 minuten rijden. Heb ik er nog wel meer zin in dan dat we toen naar die Boers gingen. Ja, denk je? Nou ja, het voelt gewoon zo raar. Omdat wij dit hotel, elke keer als we hier langs gingen, werd die nog gebouwd. En zeiden we zo, als die af is, dan willen we daar echt een keer slapen. Ja, echt hè. De laatste keer dat we er waren, toen waren zeg maar die dingen nog leeg. Toen waren ze bezig met de lampen ja, en zo. Ja, toen zag je wel dat je erin kon. Ja. Maar alles was nog leeg. Het leek een soort van kantoorruimte. Ja, klopt. Ja, het wordt gaaf, denk ik. En we hebben een hele mooie kamer met uitzicht op. Anders word je weer boos. Nee, maakt niet uit. Zal ik dat eens eerlijk vertellen? Nee. Waarom? Ik wil niet boos worden of zo nu. Zeg maar. Zal ik dat gewoon eerlijk vertellen? Nee, je mag het maar even houden. Ja, heel vaak als ik dus ging vloggen in de tijd dat het kut ging tegen ons. Nee, niet in de tijd dat het kut ging. Ik heb gewoon een tik. Ja. Ik heb gewoon een tik dat als ik er op let. Dat ik moet gapen als iemand met mij praat of als ik film. En dat is zo kut, want het komt echt ongeïnteresseerd over. Maar ik doe dat dus niet expres. Terwijl juist als ik erop let, dan doe ik het heel erg. En dan kan ik het niet inhouden. Maar ik zei dat dus laatst. Of ik zei dat dus heel vaak tegen je. Ja, van kap nou eens met dat gapen als ik begin met filmen. Ja, nu moet ik het dus weer doen. Dat komt heel ongeïnteresseerd over. Alsof ik echt een doodzaai verhaal aan het vertellen ben. En daar kregen we toen. Dat is heel irritant. Daar kregen we toen in Dubai ook best wel eens. Nou ja, niet ruzie wil ik zeggen. Maar hadden we wel gewoon irritatiemomenten aan elkaar. Nou, was dat het moment? Die boeide me niet.
Ik weet nog wel dat ik een keer moest gaan en ze zei, laat maar! En dat ik toen zat. Ja, toen begon ik aan te filmen en ze zei ik, laat ik, kap nou maar! Ja. Zing verder. Nee, nee. Ben jij tevreden? Dan nee, ben je blij. Laat me nou afmaken. Ik zat er helemaal in. Kijk dan jongens, ik weet niet waar dit voor is. Ego. Een ego knopje. Nou, die kan weer helemaal naar beneden, ja. Die heb jij zeker nodig. Om hem uit te zetten bedoel je? Ja, even naar beneden. Nee, doe maar niet. Ga maar niet ergens aanzetten, want er zitten echt ziek veel knopjes in dit ding waar ik echt totaal geen verstand van heb. Eeuw, kijk deze kleur jongens, van deze Rolls Royce. Schijt lelijk dit. Ziet er niet uit. Nou, het is weer echt extreem druk op de weg hier. Rolls Royce sowieso niet mooi. Nee, ik vind Rolls Royce ook niet echt... Een begrafenisauto. Ja, echt een begrafenisauto. Ja. Dat is niet echt een leuke kleur voor begrafenis. Of juist wel. Het maakt het wel gezelliger. Ja. Blij mee? Ja. En kijk eens aan jongens, we rijden hier zo de palm dus op. Hoppakee. En we moeten dus helemaal naar de andere kant daarvan. En we hebben dus ook, als het goed is, in onze kamer uitzicht op heel de palm. Maar dat gaan we straks zien. Ja, voor de mensen die eigenlijk niet begrijpen hoe de palm werkt, is dus letterlijk gewoon een palmboompje. Ja, een palmboom. En wij zitten echt op de achterste. Klopt. En dan naar rechts. Maar eigenlijk als je erop rijdt, dan heb je dat dus helemaal niet door. Maar kijk, als je op de navigatie kijkt, ja, dat is precies perfect. Echt, kijk, dit is dus wat we bedoelen. Ja. Echt een palmboompje en wij zitten dus... Ja, je ziet daar het finishvlaggetje. Gek hè? Ja. Ik zit wel echt helemaal op het uiterste puntje van Dubai. Dubai. Habibi, come to Dubai. Habibi, come to Dubai. Habibti. Een Habibti is een vrouw toch? Ik heb geen idee. Habib, ik weet het ook niet. Ja, het heeft wel wat hè jongens. Zo dit logootje hier op het stuur. Ondanks dat ik Ferrari fanboy ben, dit is ook wel mooi hoor. Hè? En jongens, kijk eens aan. Dit is hem dan. Hier gaan wij naartoe. Nee, zei ik. Helemaal niet. Helemaal niet, ja. Dit is ook al een bizar gebouw, hè. Dit is toch ook Atlantis? Ja, ja, klopt. Holy moly. Dit is echt zo'n huge S gebouw. En nu zie je eigenlijk alleen maar één kant, jongens. Dit loopt helemaal door. Oké, even kijken waar we precies moeten zijn. Dit is dus het hotel. Check eens even. Wat een ding. Ik denk dat je daarin moest. Oh, wel? Kijk eens even hoe groot dit is. Gloednieuw. Het is echt abnormaal. Echt absurd. Niet te geloven. Kijk eens hierboven, jongens. Echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Oké, we moeten hier in de regen staan en dan gaan we even de auto afdroppen en inchecken. Daar gaan we. Ik zie hier al een hele mooie waterval links. Check eens. Goh, jongens, dat gebouw past niet eens op mijn groothoeklens. Zie je hoe groot het is? Kijk. Nee, want dat zien we dus niet. Omdat je groot is. Het is zo groot dat hij niet eens op die lens past, inderdaad. Maar waarom zie je dat dan? Want dan zien we dat dus niet. Gaan we bij de hand doen nu al? Ja. Ik zie, je wel ruzie, hè? Je moet een beetje stoer doen. Oh ja. Kom aan in die Urus, je ziet het doodnormaal voor ons dit, broertjes. Waar je bent toch. We komen in ieder geval in snel aan, jongens. Kijk eens even. Echt, het is ook echt belachelijk groot hier al. Dat is niet normaal. Deze valley parking is gewoon... Ik krijg ook een heel mooi pasje. Kijk, een heel mooi pasje om de auto weer op te halen. Normaal krijg je gewoon een lelijk kaartje, toch? Ja, inderdaad. Hey. Oh. Wat groot water. What the fuck? Kijk, kijk dan vuur ook. Dit zijn watervallen hier zo. Jongens, dit is ongelooflijk. Kijk, de lobby. We moeten deze meneer volgen. Kijk de vloer hier zo. Hier een Louis Vuitton toren met koffers. Ik zie daar een aquarium. Jongens, ik weet oprecht niet waar ik moet kijken. Ik zie hier weer een waterval. We moeten weer iemand volgen hier. Dit is alleen maar om in te checken. We hebben nog niks gedaan, geen namen gegeven. Kijk eens. We gaan helemaal naar een mooi gedeelte om dus in te checken hier. Bro, dit is beter dan die ene hotel waar we geweest zijn. Je wordt gelijk behandeld als een koning hier, hè? Dus je kon eerst onze boeking niet vinden. Ik had stress. Ja, onze naam stond er niet in. Maar nu wel, gelukkig. Ja, het is helemaal omgedraaid. Nou, we hebben een lekker drankje gekregen. Check wat voor lijpe pas Jade heeft. Een gouden kaart. Hey. Een gouden kaart. Ja, jij betaalt deze. Lekker. We hebben ingecheckt en al. Onze kamer is nog niet ready, want we zijn natuurlijk te vroeg. We hebben letterlijk een map gekregen en een app op je telefoon. Maar een map om zeg maar te kijken hoe het hele hotel in elkaar zit. Het is dus zo groot, echt groter dan een pretpark zowat. Dus vandaar dat je gewoon een map nodig hebt. Check ook alleen al deze trap, jongens. Waar gaat het allemaal heen? Ik heb geen idee. Oh, hier heb je gewoon een... Kijk dan, een Valentino. Schoenenwinkel. Ah, kijk. Ze hebben dus ook gewoon borden. Restrooms. Nou, dat is mooi. Die kant op. Check dan, dit is een hele wereld op zich gewoon, hè. Niet normaal. Dit is gewoon... Hier, yeah, allemaal fonteintjes. Trappengat omhoog. Oké, maar jij moet pissen. Ja, help dan. Je kijkt je ogen uit. We lopen hier de hoek om. Ook weer vet gaaf gedaan dit hier. Hier heb je ook weer allemaal winkeltjes waar je spullen kan kopen en zo. Ruikt hier het ruikt hier wel een beetje raar, hè?
Oh, een kapper, die zit er ook in. Nou, had je ook niet hoeven gaan. Nee. Zonnetje schijnt. En jongens... Zo, het is opeens bloedheet. Het is bloedheet, ja. Dat kan je lekker uitdoen straks. Want als ik achter me kijk, hier... Oh, wow, joh. Ik ben zo benieuwd van al die gaatjes waar ons hotelkamer zit, jongens. Want, gezondheid, ja, liefschat. Hoeveel schoonmaakjes zullen ze hebben? Ja, hoeveel schoonmaakt? Jongens, hoe blijft het... Hoe dan? Ongelooflijk. Kijk tot hoe ver het doorgaat daar zo. Dit is... En dan helemaal door naar de andere kant, hè. Ik zie... Ja. Ik krijg het weer niet volledig op beeld. Dubai is zo crazy. Echt, nou ja, dit is natuurlijk een van de nieuwste paradepaardjes. En dat is wel weer duidelijk. Ze moesten weer groter dan wat er bestond. Waar stopt dit? Er gaat sowieso weer een groter gebouw dan dit komen ooit. Wij waren helemaal lyrisch en enthousiast over ons vorige hotel. Maar dit is toch weer even next level, hè? Dit is echt next level, ja. Echt ongelooflijk. Hier zo, oh, kijk dan. Dit is weer een hele... Oh ja, dit is een fontein zo. Dat hoort ook bij het hotel dus zelf. Dat is ook weer heel mooi gemaakt. Kijk, s'avonds is het volgens mij ook echt ontzettend mooi verlicht en zo. Hier, allemaal fonteintjes. Hier sta je eigenlijk ook met allemaal watervallen voor het hotel. En wat super chill is, als je hier zo naar de andere kant loopt en je ziet Jada lopen. Ze heeft alleen nog geen bikini aan, maar ik heb trouwens ook geen zwembroek. Dan kom je bij het strandgedeelte hier zo. Wauw, hier zie je hem ook helemaal op de map. In Dubai is het dus echt moeilijk om iets echt groot te laten lijken, want alles is groot. Dus als je dan dit ziet, denk je van ja, dit is wel echt groot. Zelfs hier. Zelfs hier. Dus laat staan als je dit... in Nederland neerzet. Ik denk dat het gewoon heel Rotterdam gewoon... Ja, eerlijk? Gewoon heel de kosting wordt gewoon... Ik zou dan willen weten hoe groot dit eigenlijk is als je dit in verhouding neerzet naast een Nederlands gebouw of zo. Ja, zie je daar die mensen hangen. Kijk hoe klein ze zijn. Je ziet het waarschijnlijk niet. Oh ja, dat zijn de glazenwassers. Die hangen daar inderdaad. Ja, wij lopen weer even terug. Jongens, je moet eigenlijk echt deze vlog afkijken. Want ik ben ook benieuwd hoe dit s'avonds eruit ziet. Met al die lampjes en al die dingen. We zitten even hier zo. Kijk, ook leuke stoeltjes. En wij gaan een cocktail... Hey, jij gaat je eerste cocktail van de vakantie drinken. Ja, aan de alcohol. Ja. Ja, want het is een... Kijk, ze hebben dus van Kendall Jenner. Kendall's Cocktails. En dit is de enige plek waar ze die verkopen met 818... In de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, met 818 Tequila, ja. Oké. Okay. Ken je dat? Nee, ken ik niet. Ja, ze heeft er echt via. En ik zie dat al wat vaker voorbij komen. Oké. Okay. Nou, nu gaan we het uitproberen. Daarvoor maak ik een uitzondering. Daar gaan we. Lekker twee drankjes. Ik moet jou gewoon echt weer een keer stom dronken in de volk hebben eigenlijk. Nou, nee. Dat is lang geleden. Cheers. Dat lijkt me dus echt leuk weer een keer. Ja, maar iets meer. Aankijken. Lekker genieten even. En ik hoop dat we daarna de camera mogen. Ja. Hey, ja, de Anna. Ja, de Anna is een beetje aangeschoten aan het raken. Ik heb één drankje op, maar ik drink gewoon niet meer. Oh! Oh, nog een slokje. Hoe ga je de rekening vragen straks dan? Kilo, is Jade een beetje dronken? Is je? Kan je nog lopen? Oh, kijk uit. Oh! 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 Ongelooflijk, die afwerking in dat hele gebouw. Het is allemaal zo fotogeniek ook eigenlijk. Tapijt hier zo, kijk hier, zie je de liften. Het ziet er... Overal is eigenlijk een fotospotje. Echt, hè? Toch? Laat ik nou net influencer. Oh, je kan weer praten. Zo, net als je dubbele tong. Ja, dat komt ook aangeschoten. Oké, we gaan de lift in. Is die ook zo mooi? Wow, kijk dan. Wow, je ziet het verzadigd. Kijk eens. Hop, mooi scherm erin. Je ziet het verzadigd. We moeten misschien wel een knopje indrukken. Zijn we ready voor de kamer? Het is echt heel mooi, hè? Het is echt bizar mooi. Jongens, welkom in de kamer van de Royal Atlantis. We hebben hier al gelijk een mooi standbeeldje waar dat voor dient. Nee, het is de Royal Atlantis, maar zo heet die helemaal niet. Hoe dan? Atlantis de Royal. Oké, dat bedoel ik. Kijk, en dan lopen we hier zo gelijk de badkamer in. Wauw, dit bad hier zo. Hier het uitzicht. Kijk, en er is dus iets leuks. Want als je dus deze dicht doet en stel je voor, hè. Stel je voor, zeg maar, dat je hier, even kijken. Nou, even wat privacy wilt, doe je dit? Dan gebeurt er helemaal niks. Magic glass? Hop! Lijp, hè? Wow! Kijk, via dit knopje en dan doe je hem weer open. En dan kan je er gewoon weer doorheen kijken. Dat is echt leuk. Dit zou ik ook ooit in mijn studio krijgen thuis. Maar sorry hoor, echt serieus. Wat? Wat? Een gouden tandenborstel, serieus. En een gouden kam. En een goud scheermesje. Ben je serieus? Wat overdreven. Ik begrijp natuurlijk wel dat ik het allemaal meeneem. Dat mag jij zeker meenemen. We hebben hier zo, even kijken, als we deze open doen, hebben we de douche. Ook helemaal mooi marmer. Wauw, en een zitje erin. Perfect. Dan? De kamer. De kamer zelf. Kijk, dit is dus de kamer. Ook met mooi tapijt hier. Je hebt hier zelfs een inloopkast. Waar je ook nog al je spullen in kwijt kan. En uiteraard ons uitzicht, want dat is super mooi ook. Oh, zo. Wauw. Check eens even. Oh, we liepen net zo. Nu zie je ook hoe groot het is. Oh, we zitten op de 11e verdieping.
Nu zie je ook weer hoe groot het resort is. Daar zie je het waterpark liggen. Kijk eens. Uitzicht over de hele Palmier. Wauw. Even omgekleed. Loop er maar heen. Met de mooie hakjes aan. Kijk eens. Ja. Ik heb ook even een blouseje aangedaan. Looking good. Het is nog niet eens avond. Nee. Maar we matchen zo wel goed met het hotel. Zo. We zijn weer helemaal in de vibe. Ook al leuk dit, hè? Jade heeft geboekt. Mrs. Jade Anna van Vliet. Mijn naam wordt nergens genoemd. Normaal staat het andersom. Ook leuk. Zelfs het hotelkamerpasje krijg je dus in zo'n zakje als dit. Niet een normaal pasje, ook weer gewoon een mooi dingetje eromheen. Deze lift, ja, is eigenlijk dezelfde. Is ook weer zo'n fotootje niet. Oh, hij zei wat. Galleria, zei hij. En daar zitten we goed. Hé, maar effe. Wow. Kijk dan, van teen tot top. Van teen tot top. Wat verschijning. Nou, wat lief. Nu stop. Hè? Oh nee, jongens, sorry. Ik mocht niet met te veel complimentjes geven aan je. Nee, nu is het genoeg. Nu is het klaar. Dit ziet er ook echt leuk uit. Nee, dat heb ik. Maar ik zeg het tegen jou off camera en jij zegt het ja, op beeld. Klopt. Complimentjes geven op camera is ook gewoon eigenlijk een beetje ongemakkelijk, natuurlijk. Ja, dat moeten we allemaal wel een beetje begrijpen. Ik bedoel, de camera erbij pakken en ineens iets liefs zeggen is eigenlijk ook gewoon gek. Want dat wil je eigenlijk gewoon tussen elkaar te houden. En dat doen we genoeg hoor. Ik zei het net, het is echt bizar hoe fotogeniek het hotel is. Ook met deze jurk blend je echt gewoon, je blendt helemaal in. Helemaal in de marmer. Ja, het past er precies bij zo. Ready om wat anders te gaan doen? Ja. Ik vind het echt een mooie jurk. Echt zo'n jurk met klasse dit. Die hakjes. Ja, ik ga alleen wel wat anders aan doen. Let's go. Wauw, hoor eens jongens. Ik ben zo benieuwd hoe dit s'avonds gaat zijn ook, hè. Kijk eens. Fonteinshow is daar bezig. Oh, vuur. Ja, s'avonds wordt dit waarschijnlijk helemaal mooi. Zo, dan wordt dit echt ziek verlicht ook met alle torens die je daar in de verte ziet van de skyline. En we zitten weer in de Lambo. Zou je het een auto voor mij vinden dit? Ja hoor. Patserbakje, ja. Hè? Ja. Ja. Ik heb even een nieuwe stand uitgevonden. De Corsa stand. Volgens mij is het een race stand. Ik weet niet zeker. Nou, ik denk dat ik het wel zeker weet. Jezus. Halleluja. Ik vlieg bijna door deze auto heen. Hey. Wat een machine, hè? Wij zijn even naar een prachtige plek weer gereden. Waar we vaker geweest zijn, jongens. En dat is hier zo. Kijk. Nou ja, je snapt zelf wel waarom. We willen even een fotootje sowieso maken. Ik kom met deze auto. Want, ja. Sexy auto, hè? Sexy auto, ja. Dit is speciaal, hè? Kijk. Klepje omhoog. Die druk je in. Wow. Cool, hè? Slim. Bij mij wordt verteld om hier naar de achterkant te lopen. Nou, daar gaan we. Laten we dat maar niet doen. Want? Het vond niet lekker. Oh. Als ik ooit een Urus zou kopen, dan zou dit ook echt precies de spec zijn hoe ik het zou doen. Gele bekleding, gele kleur buiten, gele remklauwen. Echt alles geel, geel, geel. Wow, wow, wow. Great car, great car. Hello? So, can I ask you something? What do you do for a living? I date rich men, especially older ones. Ah, sexy. Yeah. Yeah? Nice? You have a lot of money? Yeah. You wanna date me? Yeah? Okay, I'm gonna step in, yeah. Oh. Rij maar, schat. Probeer maar even. Nee, want ik heb hakken aan. Nou, dan probeer even. Nee, ik heb hakken aan. Kom maar, doe even schoen uit. Kom op, is leuk. Zo, jongens, de hakken gaan uit. Nu wordt het sexy. Een Lambo rijden voor het eerst op de blote voetjes. Nice. Gaat dat liggen? Ja hoor, ik kan ook. Oh, wacht. Oké, er zijn even mensen met onze auto een foto maken. Nice. Lol. Nou, er gaat nog iemand staan. Oké, ready? Oké, moet even wachten, even een foto maken. Die keihard wegrijden, inderdaad. We gaan een hele familiefoto. Ah, oh, dat is lief. Ja, schattig. Je moet ook lachen, want wij staan er ook op. En ja, dat gaat rijden. Kom maar rijden. Wow, dit ziet er wel echt sexy uit. Oh. Ik zie alleen echt niks. Hè. Ik ga wel niet kutten, want... Niet kutten. Geen probleem, niet kutten. Dit ziet er wel echt... Ja. Wow, yo. Professional businesswoman. Ik zit in de crypto. Ik heb dus gisteren gehoord wat jij een beetje verdiend hebt met die samenwerking op TikTok. En ik denk dat dit wel moet lukken volgend jaar. Dus als jij dit nou even doet... Hoeveel kost dit ding? 330.000 euro in Nederland. Ja, maar nieuw. Dat is tweedehands. Fuck, ouwe. 280 in Nederland. Hoeveel is jouw Ferrari? 3 ton. Mijn Ferrari is 330. Dan ruil je die toch in voor deze? Hoor er even. Hallo, ik heb het over jou. Oké, is goed. Ja? Nee, oké. Binnen 2 jaar. Echt waar? Red ik dat? Ja, je zou het sowieso redden. Maar of het een verstandige investering is, dat weet ik niet. Dat zeker niet. Auto's is altijd een domme investering. En Lambo's dit ook helemaal, denk ik. Kan je betere Ferrari kopen eigenlijk? Maar die zijn lelijk. Auw, grapje.
Nee, je weet hoe mooi ik jouw Ferrari vind. Ja. Ik denk dat ik voortaan ook maar gewoon lekker ga golddiggen, jongens. Hè? Ja. Heerlijk. Heerlijk. Rijk chickie. Dat heb ik sowieso nu al. Oh, nog niet helemaal. Ja. Ja. Grappig om te zien. Je ziet dus ook allemaal van die gasten net zie je kijken. Naar die auto sowieso. Dat is fantastisch. Ja, op die gele kleur. Dan zien ze jou zitten. Denk ze zo. Kijk eerst naar de auto en denken ze, oh, dan zien ze mij, denk ze. Ja, maar het doet gewoon wat. Een mooie vrouw achter het stuur bij zo'n dikke auto. Ik weet niet, dat triggert iets bij een man. Tenminste, bij mij wel. Ik weet niet, mannen kunnen daar hierover meepraten. Ja, dat heeft gewoon iets. Dit is gewoon een goed plaatje. Beland op bed. Beland op bed. Het is donker. Let op. Kijk eens jongens, het begint een beetje te schemeren en de lichtjes. Oh, wauw, wat een plaatje, hé. Wat een plaatje. Kijk het gebouw ook hier. Oh. Dit ziet er ziek uit. Al die lichten. En straks wordt het helemaal donker. Wij gaan zo lekker eten. We hebben een reservering staan in een Spaans restaurant. Ja, dat is natuurlijk van Spaans bloed, jongens. Dus we gaan lekker Spaans eten hier in het gebouw. Ja, dat is de eerste look naar buiten. Dit is echt heel mooi. Ja, hè? Die palmbonen, omdat er om alles zo'n rondje zit, is het echt prachtig. Echt, hè? Oh, oh. Wow, jongens. Ineens, kijk eens, allemaal licht. Er begint ineens echt een fonteinshow hier. Op de weekend. Het is nu echt helemaal donker aan het worden. Kijk eens. Ja, eigenlijk gewoon echt pikdonker. Maar hier. Er is daar dus nu een hele show bezig. Wow. Ja, het is een beetje moeilijk om te zien vanaf afstand. Maar best leuk. Wij zijn weer helemaal ready. Mooi. Black on black. We gaan lekker eten dus. Kijk eens aan. Ja, black on black. Allebei helemaal in het zwart. Wat je eigenlijk ook gewoon merkt, heel dit gebouw is een stad op zich. Je hebt zeg maar restaurantjes hier zitten waar mensen allemaal aan het eten zijn. Er lopen mensen rond. En wij gaan naar het Spaans restaurant. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus ik weet ook niet of we binnen of buiten zitten. Ik ook niet. Ik weet echt helemaal niks. Typisch de Spaanse waaiertjes. Ja, hé. Je hebt Spaans bloed, hè, mevrouw? Ja, ik moet even nu gaan doen alsof ik er wat van sta. Kijk. Oeh. Gelijk al gekke vibe waar je ook hier in binnenkomt. Oh, hè? Kijk dan. Tafelvoetbal dit gewoon. Alleen je kan... Oh ja, je kan wel spelen. Oh, wat lijp. Kijk hoe we zitten. Aan een barretje zijn we aan gezet. Nou, we hebben... Ja, allemaal wat... Ik voel het weer totaal niet als dubbel. Echt, hè? Allemaal tapas krijgen we hier zo straks. Kaviaars die hier liggen, zou je ook kunnen kiezen. Maar we hebben dus een kaart gekregen. Het is heel leuk hoe elke dag bij ons zo anders is weer. Ja, hè? Inderdaad. Maar ik ben heel benieuwd wat we nou precies allemaal krijgen. Wij krijgen een vloeibare olijf. Kijk, dit is een olijf. Wat gek, zonder zaad is ook erin. Maar het ziet er helemaal totaal niet uit als een olijf. Proeft het wel zo? Wat gek. Dat gaan we ook proberen. Je gaat het echt niet lekker vinden. Nee. Ik heb wel eens wat beter op. Het proeft een beetje naar een pony. Nou. Oh, maar dat is best lekker. Nou. Kijk wat een leuke bordjes we krijgen. Een kippetje. Een kippetje. Lekker. Een chicken. Jij bent een chickie. Nee, jij. Nee, jij bent een chickie. Nee. Hij ja. Kijk wat ze hier maken. Oh ja. Op deze manier wordt het dus gemaakt. Ziek. Hele grote pan. En hier zit hij. Lijp? Hè? Heel lijp. Wij liepen hier vanochtend ook. En kijk eens. Dit is hoe het er 's avonds uitziet. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En ons stappendoel staat op 7.500 vandaag. Die hebben we nog niet gehaald. We moeten de 10.000 halen. We. Ja. We hebben bijna elke dag gehaald. We hebben hem elke dag gehaald. Oh ja, we hebben alleen vandaag niet. Nee. Oh, zo, maar check eens. Daar kunnen we wel wat aan doen. Ja, rondjes blijven lopen hier zo. Zeg nou, maar. Als je dit over een soort één keer een rondje doet, heb je denk ik de 10.000. Ja, er is genoeg ruimte hier. Het is wel echt abnormaal. Dit is echt ongelooflijk hoe mooi dit is. Ongelooflijk. Waar lachte die guy nou? Ik weet niet. Dit is dus het woninggedeelte. Hier zijn huizen, maar je ziet overal lichten aanstaan. Maar ik denk dat dit dus nog allemaal leeg staat. Maar dat ze dit gewoon echt alleen aan hebben. Zodat het er mooi uitziet. Ja, zodat het er mooi uitziet. Ik denk dat dat echt de enige reden is. Want 's avonds licht ziet er gewoon mooi uit natuurlijk. Maar het is echt niet helemaal bewoond dit. Gek joh. Wie betaalt de rekening? Zeg maar, als je hier staat, jongens, en daarna hou ik er echt over op hoor. Maar dan besef je pas, zeg maar, echt gewoon als je hier staat voor dat gebouw. Besef je gewoon hoe onwerkelijk het eigenlijk is dat je hiervoor staat. Met al die lichte dingen en... Het is gewoon heel gek om over na te denken en te zien.
dit. Het gebouw is dus 600 meter breed, zeg maar, van de ene kant naar... Oh, lang. Ja, ja, dat bedoel ik. Van de ene kant naar de andere kant. Dus reken maar uit hoe groot dat ongeveer is als je het in je straat neerzet. Wij gaan weer terug richting onze kamer. Ergens in deze blokkendoos. En zo ben ik lekker in bed beland. Jongens, dit was ook de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Ik vond het in ieder geval weer echt een topdag. En het was geweldig om dit hele hotel te zien. Maar we gaan de komende dagen nog veel meer ontdekken. Ja, doe het even liggen aan. En dat gaan jullie dus allemaal de komende dagen zien. Dus jongens en meiden, het is nu tijd om gewoon lekker te gaan slapen. Want we zijn ook doodmoe. Dus ik hoop dat jullie morgen ook weer bij een nieuwe vlog zijn. En dan zeg ik nu bedankt voor het kijken. Tot morgen. En later. Yes.